Ja, goedemorgen. Het is vandaag donderdag 17 november. En je ziet, wij rijden een tunnel in. En dat is een tunnel hier op Sulden. Bij de gletsjers waar we zijn. We gaan nu richting de Tiefenbach gletsjer. Daar gaan wij zo meteen uitstappen. En de gletsjer op. En zo meteen meer beelden. Het waait een klein beetje hier op 3249 meter. Voor je zie je de ene hoogste berg van Oostenrijk. De Wildspitze. Het eerste baantje gaan we hier weer trekken. Jullie zien, we staan bovenop de Tiefenbach bergbaan. 3249 meter. We hebben er al een paar schitterende pistes op zitten, maar nu moeten we ook nog denken aan de inwendige mens. Ja, en als je dat zo rond 12 uur half 1 gaat doen, dan weet je dat het hier wat druk kan worden. Maar dat is ook logisch hier. Het is heerlijk zonnig. De temperaturen die zijn uitstekend om een terras te zitten. Dit was het dan vandaag weer vanaf de gletsjer hier in Sulden. Dit keer sluiten we af bij de Tiefenbach gletsjer. Een hoop mensen zitten hier nog gewoon op de terrassen wat te drinken. Dat er is de temperatuur goed genoeg voor. We gaan zien wat het weer de komende dagen gaat brengen. Er zou morgen sneeuw op het programma staan. Nou, dat zullen we dan nog wel eens zien of dat echt gaat komen. Maar voor nu sluit ik af met deze beelden. En ik zeg maar weer de groeten.